Het Wilhelmina-kanaal en de Piershaven zijn exact 90 jaar geleden in aanlegging voltooid. En dat wordt hier in het Hanzegebouw gevierd. Dames en heren, bij vrienden en vriendinnen heb ik ook geschreven van de Stichtingstraat. Ik denk dat we allemaal vrienden en vriendinnen zijn van de Stichtingstraat, die nu voor de zesde keer een project organiseert. Mijn naam is Gerard Appels. Ik heb het voorrecht vanaf het begin betrokken te zijn geweest bij deze stichting. Ik ben geboren en getogen Tilburg. Ik heb zojuist verteld aan iemand die het wilde weten dat mijn hart altijd sneller klopt als ik er iets over Tilburg mag zien of mag doen of mag horen. Dat is vandaag dus weer het geval. We zijn uitermate trots dat we nu dat zesde project hebben wat nu de naam heeft gekregen Weg van het Water. Stichting Straat, zoals het woord doet vermoeden, heeft alles te maken met straten in Tilburg. Maar een waterstraat is natuurlijk ook een straat. En juist omdat de actualiteit meebrengt dat het Wilhelminakanaal in de belangstelling is, dachten wij dat het een goed idee was. Tilburg ontdekt het waterwezen. Dat schoot door mijn hoofd toen ik vanmiddag aan het voorbereiden was. En dat doet Tilburg denk ik ook op een manier waarbij ze hopelijk zullen zien dat de betekenis en de geschiedenis, maar dus ook het heden en de toekomst van het Wilhelminakanaal, ook het Piershaven, typisch Tilburg is. Want als je kijkt naar het verleden van Tilburg, dan zie je dat we met vallen en opstaan, met tegenwind, soms met meewind, met eigen kracht elke keer weer die stappen vooruit zetten. En als je dan kijkt naar wat er bijvoorbeeld bij het Wilhelminakanaal gebeurd is, dan herken je dat. Dan zie je dat eigenlijk al vanaf eind 18e eeuw gestruggeld is, gevochten is om het kanaal weer up te krijgen, om het sterker te maken, om het beter te maken. Dat ging al een tijdje goed. Toen moest het weer getrokken worden, dus er werd een stap gezet, werd gerealiseerd, viel het weer een beetje in, werd er weer getrokken en allemaal om het elke keer weer een stapje verder te krijgen. En nu zijn we er weer mee bezig. Dus het verhaal van de 18e en 19e eeuw is ook het verhaal van het Wilhelminakanaal en denk ook op Piershaven, ook nu op dit moment. Gaan de paarden naar de droge bron voor één druppel water. Nou Berry, jij bent projectleider van Stichting Straat. Hoe heeft u de invulling van het 90-jarige bestaan van het Wilhelminakanaal bedacht? Het is eigenlijk begonnen met het idee dat de laatste tijd de kanaal nogal in de belangstelling staat vanwege die verbreding en verdieping. En toen dacht ik, nou is leuk om met die toekomst bezig te zijn, maar net zo leuk om even terug te kijken in de tijd. En te kijken hoe dat kanaal en de Piershaven, want het is eigenlijk één geheel, dat zich ontwikkeld heeft in de loop der tijd. En ja, dan ga je daar allerlei ideeën bij lanceren en kijken wat er haalbaar is. En in deze tijd, maar dat geldt voor alle culturele uitingen, denk ik, was dat net wel lastiger dan andere keren. Maar we hebben toch met heel veel enthousiasme veel partijen bereid gekregen om hier aan deel te nemen. En waarom vindt u het kanaal, het Wilhelminakanaal, cruciaal voor de stad Tilburg? Cruciaal, dat weet ik niet of ik dat zo zou kunnen zeggen. Het is wel een hele belangrijke factor. En zeker natuurlijk vanwege het feit dat het transportvervoer op het water een vlucht krijgt. Wat ook weer goed is voor het milieu, want dat scheelt een hoop vrachtwagens. En dat vind ik wel goed dat in deze tijd dat er aandacht aan besteed wordt. En heel veel mensen zien het kanaal toch een beetje als een last, omdat ze er niet over kunnen steken, niet heel gemakkelijk. En wat vindt u daar zelf van? Ja, ik moest vroeger ook wachten voor de brug. En dat smoesje hebben we allemaal gebruikt natuurlijk. ik hoop dat in deze maand, als mensen voor die brug moeten wachten, dat ze dan ook eventjes nadenken van waar ze staan te wachten eigenlijk. En dat het meer is dan een hindernis. Dus we proberen ook met allerlei activiteiten, bijvoorbeeld dat er bij vier bruggen muziek klinkt straks. Hè, dus dan sta je te wachten en dan wordt dat misschien net wat aangenamer. Ja. En wat hoopt u voor de toekomst van het Wilhelminakanaal en de Piershaven?
Nou, ik hoop dat het idee van het watertransport dat voortzet. Dat het eigenlijk alleen maar intensiever wordt. En dat ook de recreanten weer meer gebruik gaan maken van die waterweg. Want het is echt de moeite waard. En je beleeft die stad op een heel andere manier als je op een bootje zit. Of het is een heel verrassende omgeving ineens dan. En nou zijn er ook allerlei activiteiten te doen rondom het Wilhelmina-kanaal in de maand april. Wat voor activiteiten allemaal? Dat is zeer uiteenlopend. Het pand waar we nu staan is er een hele maand een tentoonstelling. Er zijn ook 4 brugwachtershuisjes, zijn door kunstenaars aangekleed. Er zijn allerlei vaartochten, er zijn fietstochten langs het kanaal, wandelingen door de omgeving, de natuurgebieden, industrieterrein. Er zijn roeiworkshops, dus Tilburgers kunnen in een roeiboot instappen. Er is een viswedstrijd georganiseerd en we eindigen straks ook nog met een wielerwedstrijd langs het kanaal. Dus er is van alles te beleven. En er is ook nog een boek wat mensen kunnen aanschaffen voor een heel klein prijsje. En de alles bij elkaar zou de beleving van het kanaal en de Piershaven wat moeten versterken. Dat zou leuk zijn als de mensen, de Tilburgers, hier naartoe komen. Nou, klinkt leuk genoeg te doen dus. Ik denk het wel. Ja. Dank je wel. Ja. Graag gedaan.